Vandaag is Pina anders dan anders. Ze is heel erg rustig, heel aanhankelijk. En zoals jullie zien zit ze vrijwillig in de bak. Ze is er zelf heen gegaan. We hebben het ook verhuisd allemaal, kijk maar. Want nu is ze daar voor Kira. En daar voor Pina. En dat had ik eigenlijk gedaan dat dat het rustige gedeelte is, eventjes voor nu. Dus dat is dan wel fijner voor de. Maar ik krijg, ze geven duidelijk aan dat er wel wat aan het rommelen is, dus ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat het nachtwerk wordt, maar ja, zo wel dan heel goed. Ik heb koffie zat. Ik heb vanmiddag even gelegen voor het geval dat. Ik denk, laat ik dat maar even doen. Slapen doe je er niet, maar je rust dan wel een beetje uit. Dus we zijn benieuwd. Wordt vervolgd in ieder geval, dus who knows. Ik sta weer vol met adrenaline. Dat dan weer wel, jongens. Zo van, daar gaan we het weer krijgen. Dus ja, Pina. Hopen dat het gewoon lekker zo snel is voor je. Dat alles goed komt, hè, poepiedoepje. Ja, hè. Ze kijkt ook heel zielig. Hè? Ja, of dat ze weet dat er gaat gebeuren. Nou, ik heb het nooit mee mogen maken. Dus ik kan ook niet zeggen van dat het fucking zeer doet. Maar ik hoor wel eens van mensen. Nou, dat schijnt geen lolletje te zijn. Hè? Ja. Nou, we houden je in de gaten. Komt goed. Wordt vervolg, jongens.